Gerard Joling schreef tot een aantal jaar geleden continu allerlei kritische columns over de islam. Hij gaf aan bang te zijn dat er straks meer moskeeën dan kerken in ons land zijn, was kritisch over snotapen in Azizis en riep dat buitenlanders ons land overnemen. De PVV noemde hem dapper, anderen wilden hem cancelen. Het leidde in 2019 tot het tv-idee Joling en de Buitenlanders, een reisprogramma over andere culturen. Na een jaar lang te hebben gedraaid, kwamen de opnames in 2020 abrupt ten einde toen de Black Lives Matter-beweging een vlucht nam en het racisme-debat ook in ons land ontplofte na een uitzending van, toen nog, Veronica Inside. De zanger vreesde na die racisme-rel dat RTL 4 zijn show flink zou gaan censureren, maar de zender beloofde van niet. 3 maanden na de VI-rel gaf zenderbaas Peter van der Vorst aan dat het programma er nog steeds aan zat te komen. Een week later opende Sylvana Simons het vuur op de show van Gerard, waarna RTL de show on hold zette. Een half jaar later, begin 2021, kondigde RTL aan om Joling en de Buitenlanders alsnog uit te gaan zenden, maar wel onder een andere naam. Het programma had volgens het station namelijk een belangrijke functie. We vinden het als RTL belangrijk om vooroordelen en stereotypering bespreekbaar te maken. We willen verbinden en niet polariseren. Uiteindelijk is Gerard nooit op zender gekomen met deze show. Begin dit jaar vertelde Gerard nog dat hij er niet meer over mag praten. RTL heeft mij gevraagd daar niet over te praten. Het is ook nooit afgemaakt, helaas. Peter van der Vorst maakt nu bekend dat de tv-show van Gerard definitief onuitgezonden in de prullenbak verdwijnt. We hebben een tijd terug met de beste bedoelingen een programma ontwikkeld waarin een presentator in het buitenland de vooroordelen van Nederlanders over dat land zou moeten ontkrachten, zegt hij bij Women Inc. Hij vervolgt, er was al wat gedraaid, en zagen de eerste montages tegen de achtergrond van alle maatschappelijke ontwikkelingen. We zaten te kijken en zeiden tegen elkaar, wat dachten we? Dit kan echt niet. Zulke televisie kan anno 2022 helemaal niet meer, aldus Peter. Het programma was niet inclusief en ook het team dat het maakte was onvoldoende divers samengesteld. We hebben toen onze verantwoordelijkheid genomen en besloten het niet uit te zenden. Het was heel leerzaam om dat aan onszelf toe te geven.
Thank you.